Ja, Cedric Kasmakers, Deni van Dazel, Raf Jacobs, Dennis Bignel, J.D. Prins, Joep van den Brand en Jesse de Geer. En ze zijn vertrokken hoor. We zien daar drie heren uit Uland die heel erg goed vertrokken zijn met de zeer Vlaasdonk. En dat natuurlijk op 1, 2 en 3. En daar gaat daar dan die ons gebruik maken naar de Bolteman uit Tiel. Of kan hij niet aansluiten? We gaan het thema van Zeder Prins. Of hij aan kan sluiten. Vooralsnog is het denk ik de vier die voor hij gaat. En achtervolging is daar in Tuintje gewisseld. Met Verdaasdonk die eerst naar drie geschoven. Waarom Van den Brand is op die tweede positie. Kan Prins dan nog Verdaasdonk voorbij steken? Of is dat een slag niet te groot voor hem? We gaan het hier zien in deze bocht. Er is iemand natuurlijk die de mooiste plek kan kiezen. En dat is in dit geval maar Van Dazel. Gaat het hier een 1, 2, 3 worden voor FC Zeeland? Of kan er nog iemand een stokje besteken? Het is in ieder geval wel zo dat Jesse de Veer hier de eerste plek inneemt. De tweede plek inneemt wordt genomen door Van den Brand. En op de derde positie Kane Verdazel.